Maar OBS, die stopte er heel even mee. Nadat ik de game even opnieuw had opgestart. Dat kan gebeuren. Ik weet niet wat het was, onscreen display, nee. Waar stond het ook alweer? Go settings. Tuurlijk. Fuck ja, Gio. Ja, ik probeer even mijn Steam een beetje beter te fixen. Op een of andere manier.
Moet we weten of hij zo, echt zo erg lekt, ja of nee. Ik vind het gewoon een kutbaan. Bij mij gaat het goed hoor. Bij mij gaat het heel goed. Ik vraag me alleen even af hoe het zit met de FPS. Of de stream een beetje goed loopt. Zie je een beetje lekker in zitten tijdens het draaien. Nou goed, we leven nog, we hebben geen corona, dus nog niet. Mensen om me heen hebben het wel al gehad, echt heel, heel blij werd ik daarvan. We zijn ongeveer 4 testen verder, dus dat is een ding. Ergens scoren al, ja. Oh nee joh, maar het is gewoon zo dat ik in de dag kom ik met zoveel mensen in, tenminste ja, weet je, ik heb met 2 banen natuurlijk, dus dan ja. Automatisch ga je er wel een beetje rekening mee houden, weet je, met hoeveel mensen je in contact komt en wat je allemaal doet, zeg maar. Hoeveel mensen je moet gaan waarschuwen als je het hebt. Zo lang mogelijk binnen blijven, je ziet niemand en zo. En mijn ouders ook, allebei 60p'er. Dus ja, dat wordt wel een beetje lastig. Plus gang, zit je toch? Plus. Vandaag bij de Plus, alles in de tent voor 50%. Nee, maar je moet blij zijn dat je deze tijd, dat je werk hebt. Je hebt volgens mij nog niet je eerste contractverlenging gehad. Nee, je kan minimaal 2,5 jaar daar blijven werken tot je vast contact moet. Lekker man. Gewoon lekker je ding blijven doen. Fuck. Ja, dat is top man. Dat is mooi. Moet je van genieten.
bijna aan het einde van de, nou ja, bijna het einde van de crisis, weet je. Dus als je nu nog op straat wordt gezet, kan je misschien makkelijk nog een ander baantje vinden. Maar als je het aan het begin van de crisis had gehad, dan was je wel zware Sjaak geweest. Lekker man. Het begin van het einde, zou ik zo zeggen. Ook al denk ik dat we het einde van het jaar weer, zeg maar, met z'n allen lekker binnen zitten. Dat er weer een of andere gekke andere vorm van is. En dat iedereen weer... Dat we uiteindelijk zombies hebben, weet je, die mensen eten. Dat we als we naar buiten gaan, dat we neergeschoten worden. Nee, dat is wel een hele andere realiteit in één keer, hè? Ja, dat kan. Dead by Daylight. DayZ is ook... ja, we spreken... Weet je... ja. Dat zijn al die dingen. Dat je denkt van... Mwah. En daar ging hij. Spinala. Eens even kijken wat mijn lieve vrienden hebben gezegd. Ah, dat is Jens. RTC Connecting. RTC Connecting. Hey Jens. Hallo. Ik was wel ik aan het streamen. Ik van mijn fucking Logitech shit, dude. Dat wat? Dat is kut. Ja, gewoon de, weet het, force feedback deed het nu weer niet en toen crashte mijn game weer en Ik haat Zandvoort als je het niet heel erg vindt. Ik daar ga ik niet tegen. Wat is de strategie? Geen idee. Dit keer moeten we wel weer een goede hebben. De vorige keer heeft dat ons gefokt eigenlijk. Nee, die iemand zei soft hard of soft medium. Apparently. Dus ik hoop het. Ja, ik ook. Dat de game volgens mij zegt medium hard of zo, maar ja. Het is ergens ook, hè? Ja. Het is niet leuk hoor. Een van de manieren is Zandvoort is toch wel een hele andere baan. Mhm. Ik snap hem. Ik dacht, ga eens een keer oefenen op stream. Gezellig even streamen. Alles had het team al gestart. Ja.
Oh nee. Nu moet hij zich gedragen. Oh nee. Dat ga je me opnemen? Heb je toestemming? Ja, ja, ja. Niet spelen met die DMCA claim gelijk, alles. Precies. Fuck jou, alsof er heel veel mensen naar kijken. Ja. Nee. Wat nou, wat heb je? Je hebt je kijkt zelf waarschijnlijk misschien. En je hebt vriendin. Nou, dat is toch twee kijkers. Weet je. Ah, nee, mijn vriendin kijkt niet eens. Die is volgens mij dingen aan het doen. Ik heb nu drie, er staat nu drie, maar ik heb geen idee of het accuraat is. Dus hoi mensen! Jens zegt ook hoi tegen jullie. Ik zeg niks. Echt, come on, stuur. Werk even mee. Ik heb echt ruzie met die laatste bocht. Ruzie met mijn stuur. Kan je wat erger is? Nou ja, ik weet niet. Zonder stuur kan je niet rijden. Ah, ik ga nog een PlayStation-controle pakken. Oh ja, alsof ik met de controle kan. En dan kan ik beter toetsen worden, denk ik. Mijn game is al nu al voor de derde keer gecrashed. Komt aan. Heb jij toevallig je Discord-overlay aanstaan? Ja. Zet die eens uit. Game. Uit. Had ik namelijk ook last van. Ik weet niet of je uitstaat of niet. Als je zo meteen spel opstart en je ziet mij niet. Nee, ja, nou. Gaan we morgen weer naar de kapper? Tenminste, de kapper komt hier naartoe. Eindelijk. Ik zou aanstaande vrijdag naar de kapper gaan. Heeft haar dochter nu corona. Dus ze heeft alles afgemeld. Gezellig man, ik ga naar een andere kapper toe. Verdomme. Ja, ik ga ook niet meer naar mijn oude kapper. Die is allemaal die is echt zo'n wappie geworden. Ga ik niet meer naartoe joh. Die is echt een... Ja, het is de overheid. Het is allemaal Rutte schuld. Wauw. Wow. Dat dacht ik ook van, oké. Okay. Ja, daar hoef je nou ook niet heen. Nee. Nou, kom op stuur. Werk even mee, alsjeblieft. Slaap, ik kon nog even rijden voordat we gaan beginnen. Oh ja, laat anders gewoon mijn hele Logitech app gewoon niet meer opstarten. Je hebt wel vaak veel problemen ermee, hè? Dat valt op zich gewoon mee, maar... Ik zat nou gewoon helemaal niet meer... Ik weet ook niet wat ik... Ja, ik doe op zich niks fout. Dat doe ik gewoon niet.
Ja, het was ik nu mijn fucking stuurder in plug. Maar die Belg heeft dus geen teammaat meer, hè? Nee. Ik weet dus niet of hij hierin komt. Ja, ik denk het wel zo meteen. Ik denk dat hij zo wel komt, hoor. Allee. Allee. Hoppatschke. Deze gaan we even opslaan. Heb ik überhaupt een Nederlands... Nederlands setup? Waar de fuck is mijn Nederlands setup? Ik had een Nederlands setup. Oh, Nederland. Ik heb die van vorig seizoen nog. Ja. Heb ik ook Nederland nat? Of was ik zo overtuigd dat Nederland nat niet nodig was? Voor mij was het gewoon... Volgens mij regende het vorig jaar niet. Jawel. Span, mot, kan, Fran. Waar de fuck is mijn... Jan. Ik was zo overtuigd dat het in Nederland niet ging regenen. Wauw. Ik weet niet. Ja, we moeten eigenlijk wel even een setupje pakken voor regen. Ja. Fix jij eens even, meneer. Ja, je bek, man. Ben je zo goed in? Ben ik zo goed in. Hé. Ik heb tekstkant. Hoe heet het? Tekst. Porsche-back. Wat dacht je van als je gewoon een nieuw ding kocht? Nee. Hij doet het gewoon. hij doet het gewoon. Hij doet het ook gewoon. Op welke manier? Gewoon goed. Oh. Wel moe, man. Ik heb wel een weekend gelukkig, dat is mooi. Pff, ik niet, ik heb morgen weer een presentatie, leuk. Oeh. Hoeveel presentatie? Jij hebt elke week een presentatie, hè? Vorige week en deze week. The fuck, man. Ja, jij vindt dat leuk, hè? Presenteren. Ja, penetreren. Penetreren. Ja, dat vindt zij heel leuk, dat weet ik. Nou, niet alleen zij. Integratie, penetratie, kan allebei. Nee, wat wil ik zeggen? Ja, we hebben voor een bepaald vak zijn we opgedeeld in groepjes en elke week is een bepaald onderwerp en dan heeft elke groepje zeg maar bijvoorbeeld de ene heeft de geschiedenis over het onderwerp, de andere over hoe het werkt en dus elke week moeten alle groepjes moeten een presentatie maken en we delen gewoon nu twee mensen van het groepje moeten elke keer zeg maar, dus iedereen komt dan twee keer aan de beurt. Jij bent gewoon twee keer achter elkaar. Ja, leuk hè? Ja. Of je haat er nou niet van presentaties? Ik haat presenteren. Ja, ik ook. Hey, iedereen luistert zo. En als je iets verkeerd zegt, gelijk... Hij zei het! Is het ook zo van... ja. Dus als je één ding ook gewoon verkeerde informatie is, lijkt van... Ja, nee, meneer. Meneer, wacht, meneer. Hij zei het verkeerd. Ik wil nu excuses. Hij zei het verkeerd. Want als je dan tegen de presentatie... Als jij in die presentatie zegt... Nou, verwijder je System 32 maar. En vervolgens iemand thuis en je System... Zegt, ja, maar hij zei het. Dus ja. Hè? Wow. Ik ben al aardig snel op mijn... oude PC te zien.
Je kan echt fucking laat remmen in de eerste bocht vergeleken met de racing lane. Die bocht net voor het tweede DRS-stuk is gewoon Spinala. Spinala. Ja, die is wel kut. Maar dat de laatste bocht, gewoon de banking, ja. Die is nou best kut tijdens de race. Nou, ik was volgens mij vorig seizoen, heb ik 12 rondjes gereden, denk ik. Nou, niet eens. Minder. Maar toen werd ik afgebeukt door Tjouk, volgens mij, in zijn Renault. Oh ja, toen zat ik te kloten met Max. Ja. Zullen we Valkyrie taggen? Kijken of hij hierheen komt? Ja, kun je doen. Ah, kut. Komt dit jaar nog hier of waar? Ik heb even getaggen. Wat zei je? Kan niet meer horen. Hallo Danny. I can't hear you. Danny? Ik hoor je oprecht niet meer. Danny. 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 Oh. Danny. Bitches. Ja, ik zat op een plassen, joh. Ik moest even plassen. Oh, je bent plassen. Ja, ik zei, ik moet even plassen. Dat zei ik. Was ja, dat heel verhaal, je was heel verhaal aan het vertellen, waarschijnlijk. Nee, ik zat steeds van Dani. Dani, een winnaar. Oh, nee, ik moest heel even plassen. Aha. Danny, ben je nou? Gone. Waar ben je nou? Echt, ik heb zo'n ruzie met die bocht. Welke, precies.
Ja, die net voor de tweede werd een stuk. Naar links. Ja. Ik ga te veel de curb op, maar op een of andere manier... I don't know, die curb lijkt zo vriendelijk. Curb? Ik ga die curb niet eens op, ja. Bedoel je rechts of links? Links. Naar links. Hey, Belg. Wat luister. Jeez. Ja. Hey. Nee, klopt. Hey, babe. Maar, ja, kom je daar vanavond nog langs, of... Ja. Ja, oké, okay, is goed. Ja, mijn vriendin is nu bij de kine, dus ik kan rap binnen springen nu. Ik kan weer rap onder de douche gaan, en dan... Oké. Okay. Wat gebeurt hier? Geen idee, hij is een of andere hele slechte scène aan het voorbereiden. Eerlijk. Stel je voor. Hé, hey, het staat op stream, hè. Ik weet niet wie... Stel je voor. Ik stuur het gewoon, ik clip het, ik stuur het naar je vriendin toe. Stel je voor, ik ben gewoon aan het downloaden terwijl ik bij jullie in Discord zit. Maar je weet, hè, ik heb dit net gestreamd, ik ga het clippen en naar je vriendin toe sturen. Die gelooft dat toch niet. Hm? Die gelooft dat toch niet. Ze zegt altijd, ik ben veel te hot. Vijf minuten later, Sebastian! Nee, verlaat je toch niet, zegt ze altijd. Ik zeg ook, ja, dat is waar. Ik dacht eerst dat je gewoon tegen ons aan het praten was of zo. Ik dacht van, what the fuck? Toen dacht ik, misschien zit een vriendin erbij, dacht ik heel even. Ja, ik dacht dat hij daar tegen aan het praten was, dus ik dacht dat wel. Dus, deur dicht doen. Oh, deurtje dicht. Dan ga ik een dingetje doen. Oh, ik heb een nieuwe job, boys. Oh, altijd ben je... Filiaalhouder. Oh. Van wat? Oh. Oeh, dat wil je wel weten, hè? Ja? Van een groot bandenbedrijf. Van een groot bandenbedrijf. Ah, dan heb je nog meer shit om te doen. Ja, ik weet niet of je nog kan racen, eigenlijk. Uh-oh. Wauw. Fuck die mensen. Je team is ook gewoon. Fuck die mensen met al die banden. Meneer, die 18 duim, kan die op 255x50? Ik zeg, nee jongen, nee! Oh, je fucking wel. What the fuck gebeurt hier? 18 duim, wat is dat? 18 duim, ket je? Hoe noemen jullie de grootte van een velg? Weet ik veel. Inch, gewoon zoveel inch. Ja, dat is duimen, man. Dat is vertaald naar duim in het Nederlands. Kijk, ik kijk nu recht in de camera. Belgen nemen heel veel woorden van alle plekken in de wereld in één taal. Waarom worden velg inches in één keer duimen? Dat is niet, dat hoort niet. Zij is te slim. Nee. Een inch in het Engels, in Amerikaans, een inch wordt gemeten. Dat is de grootte, één inch is een duimgrootte. Snap je? Een inch is een inch. Even. Ja, dat is een duim. Ja. Ja, dat snappen we, maar waarom verzaal je het? Dan zeggen wij tegen, als je die velg dan 18 inches, zeggen wij die is 18 duim. Maar waarom wordt, als een wedstrijd een match is, in één keer een inch een duim? Wat? Waarom hebben jullie dezelfde vlag als Luxemburg? Kan je het juist dezelfde stomme vraag? Wij waren eerst. Waarom hebben jullie hetzelfde vlag als Duitsland? Alleen andere volgorde. Alleen die van jou is niet afgeschoten door de zon. Dat is het enige verschil. Kijk, jullie hebben nog gewoon een andere volgorde gedaan, weet je. Luxemburg heeft tenminste nog een andere kleur van ons. Is een klein beetje Duitsland in België gebleven. Ja, maar als er één land is... Ik spreek niet zegt... uit. Maar als... Ho, wacht. Dan zeg je iets verkeerd. Een bepaald gedeelte in België spreekt Duits. Klopt. Ja, oké. Okay. Oostkant. En
België is eigenlijk één land, zeg maar, wat niet met elkaar samenwerkt. Dus geen regering. Heeft drie verschillende talen. Je hebt iedereen zijn taal, hè? Ja, en niemand spreekt, zeg maar, dezelfde taal daar. Dus als je, zeg maar, daar net 5 minuten verder gaat, spreekt iemand in één keer Frans. Weigert Nederlands te praten, een beetje. Ja, en dus hebben we eigenlijk al allerlei talen gejat. En dan jatten ze een taal zoals eens, maar dat gaan ze dan wel opeens vertalen naar duimen. Ja. We gaan niet over Nederlanders beginnen. Nee, jongens. Jullie gebruiken continu Duitse en Engelse woorden door jullie Nederlands. Nou, voor mij is België daarin echt... Helemaal niet. Jullie gebruiken bijvoorbeeld überhaupt. Wat is überhaupt? Dat is fucking Duits woord, jongens. Überhaupt. 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 Weet je überhaupt is. Als iets... Het is... dat jij überhaupt... dat niet eens weet, joh. Ja. Ja. Ja, het is zeg maar een woord wat een ander woord sterker maakt. Toch? Is het? Ja, weet je... Ja, ik weet niet zo goed. Überhaupt. Hoe kan je dat... Dat kan je niet uitleggen. Want überhaupt is... Ja. Waar reden we ook vandaag? Nederland? Ja. Nee, China. Niks. China. Dit wordt echt een kutbaan. Maar wat ik wel knap vind, hè, Sebas, als jullie het volkslied moeten zingen met z'n allen, zingt iedereen wat anders. Niemand weet het volledige volkslied uit zijn hoofd. Is dat zo? Ja, je hoeft maar 2 woorden te weten van het hele volkslied, dan ben je in één keer Belg. Dat is in één keer goed. Kijk, dat je nou het Spaanse volkslied niet weet, snap ik ook wel. Het Spaanse volkslied is alleen maar niks. Ja, dat weet ik ook wel. En volgens mij, Italië zijn ze de eerste 3 minuten stil. Dan begint ze in één keer met z'n allen in één keer te zingen. En Brazilië ook. En in Chili hebben ze gewoon de muziek gestopt en hebben ze nog 7 complete daarna. Wacht op wat. Ja. Zo zeker is het gewoon zonder muziek. Ja. Lol. Maar Sebas. Sebas. Hij is op zijn teentjes getrapt. Ja. Sebas. Hij zegt ook gewoon niks meer. Klootzak. Wat een flikker. Klein flikkertje is dit gewoon, hè? Ik haat dat schijfvlak. Ah, ik dacht je zeggen, ik haat... Ja, ik haat ook Belgen, weet je, maar hè. Ja. Waarschijnlijk hoort hij ons wel. Ja, vast wel. Maar hij weigert. Hij weigert gewoon... Nog misschien doet hij nog even een vluggetje... Voor de race. Oeh, ja, met vriendin die niet. Ja, nee, gewoon alleen. Alleen. Rekvogel noemen ze hem ook wel. Wat ben jij een rare vogel? Nee, trekvogel. Oh, dit gaat toch wat worden. Ja. Oké. Okay. Dus even een vraagje. Ja.
Oké. Ja, hele goede vraag. Hier lig ik echt s'avonds wakker van, hè, van dit soort dingen. Ja, dan zit ik ook van, wat is het nou? Dat is het antwoord, weet je? Dus even een vraag, is het 4-9 of 4-7? Geen idee. Ik heb 8-5, maar personal preference. Ik weet niet wat ik heb. Ik weet het niet eens. Ik weet het niet eens. Ik heb gewoon net een setup gepakt van iemand omdat die best wel til was. Maar ik spin overal, dus het wordt waarschijnlijk niet zo'n hele goede race. Nee, ik heb ook geen idee wat ik heb. Ik heb 15. Ik heb die van Bottas King die vorig seizoen nog ergens stond. Ja, ben je er ook al? Heb je al snel een ronde mee gereden of niet? Ja. Waar de fuck ben jij? Iets onder jou. Maar die heb ik niet vandaag gereden. Ik heb nog geen snellere tijd gereden dan vorig seizoen. Maar die setup. Wacht, de liedje tijd is een reis een ronde met dat ding dan. Wat zei je? De liedje tijd is een reis een ronde met dat ding. Waarom? Dan kan ik die setup testen. Het is van Bottas King. Ik ga mijn tijd niet verwijderen, zo ben ik niet. Ik kan even kijken wat het ongeveer is. Oh nee, het is al 4:15 geweest. Oh nee, toch. Ik heb 4:07. 4:07? Wat is dat nou? Een kwartiertje. Toch? Ja, ik zie hier ook 4:07. Ja. Dat heb jij waarschijnlijk. Staat die. Even kijken hoe die rijdt. Een kwartiertje, ja. Of moeten we wel naar de lobby? Het wordt denk ik wel gewaardeerd als je er bent. Nee, ik heb toch geen fight gekregen? Jullie wel dan? Nee. Ga eens kijken. Nee. Jezus, Tristan rijdt een seconde sneller op time trial. What the fuck man, doe het normaal. Nu heb ik wel een invite. Ik denk met jouw setup gereden, die is een stuk stabieler, joh. Komt door mij. Wat is stabieler? Zijn setup. Is hij 15 of wat? Nee joh. 4-8. Volgens mij 4-7. 4-7, oké. Okay. Weet ik niet even over te. Ik heb ook een Infiterino.
Wapen open. Ik heb nu mijn 4-9 in het rijden. Echt jongen, Tristan gaat echt maar dik winnen. Die oefent gewoon keiveel. Gewoon te veel. Ja, echt hè. Het zijn de meeste coaches toch? Hebben het tijd te veel? Ik ga ze uit een seconde sneller. Fucker, je bent niet eens online, jongen, mafkees. Kan je ook geen invite ontvangen? Sebas? Ja? Je bent niet eens online. Jawel. Ik ga nu joinen, zet de lobby. Niet te wijd gaan voor de laatste boog. Dat is ook echt een kutplek trouwens. Ja. Dan invalideer je hem ook gewoon. Gelijk instant. Ja. Kan je mij ook een reserve invite sturen, Valkyrie misschien? Ja, ik ga nadenken, wacht hè. Nee, ja, toch wel. Ja, ik ga het toch wel doen. of nee, toch niet? Eens kijken. Ieder is een nummer aangepast. Jij bent nog steeds Torsa, toch? Nee. Wie was hij eigenlijk? Dat is die Alice, denk ik. Ja, dat is juist. Ja, maar... Ja, maar is het überhaupt eerlijk dat mensen die nu in Mercedes zitten überhaupt meedoen? Geen idee. Thuis, had jij nou een regensetup gepakt? Ja, nee. Ik had een regen. Ja. Oké. Okay. Ja, ik heb ook nog een. Kijk, het mag misschien wel poesie zijn, een regensetup, maar het kan soms wel heel goed uitpakken, zeg maar. Wat kan goed uitpakken? Een regensetup kan goed uitpakken. Spinala. Die curve wil je nou niet raken, ja. Je weet welke ik bedoel, toch? Die netgene voor het... Ja, die pak had ik nu ook gereed. Ja. Oh, Hopi reed mee. Oh my god, Hopi reed mee. Wie de fuck is Hopi? Ja, die heeft de vorige keer, de laatste twee races bij DRC meegereden en heeft alles gecrashed eigenlijk. Die reed heel agressief. Leuk. Ja. Gelukkig doet die andere Nielsje niet mee. Nielsky of zo, hoe heet die gozer? Oh, ja. Dat was echt huilen. Janken was dat zelfs. Ja. Dus let er mee op. Ja. En Unique Marine, die deed ook bij ons mee. Oh god, gasver, oké. Ik ga even drinken halen, we zijn terug. Jo. En hoe voel je je vandaag zo, Bas? Goed, ja. Zeer goed. Voldaan van mijn nieuwe job. Drie dagen bezig. Ja. Maar heb je hem gewoon gekregen van hier ga dingen doen? Of van je hebt het goed gedaan, hier heb je een nieuwe kutbaan? Goed gedaan. Want
je hebt gewoon promotie gemaakt of ben je gewoon ergens aangenomen? Promotie. Ga je er ook maandelijks vooruit? Hoe? Ga je er ook maandelijks op vooruit? Ah, zo ja. Ik wil dat niet meer. Ja. Nu kan ik de langere Jeep-versie kopen. De langere Jeep-versie, wat? Jeep Wrangler? Ah. Ik heb de korte. Jeep. Jeep. Overal waar jij niet naartoe wilt. Jeep. Wat? Dat is een keigoeie auto. Zeker in de zomer als alles eraf gaan. Alle deuren. Ja, kom je terug. Auto gejat, staat die blokjes. Dat is het probleem wel. Je mag er niet meer naar Amsterdam rijden, nee. Kom je terug, auto op blokjes. Nee, er staat gewoon geen auto meer. Alleen nog maar zo'n karkas staat er nog. Zo. Ja, tja. Fabrizi. Ja. Fabrizi, waar zou die vandaan komen, denk je? Is dat een Nederlander? Dat klinkt Italiaans. Fabrizi. Fabrizi. Ah, Fabsi. Fabsi, kan ook. Ja, dat is Fabsi. Een Engelsman, denk ik. Een Engelsman. Hij is multicultureel, is hij. Want hij komt overal vandaan. Ja, want die vlag moet nog veranderen, denk ik. Hij kiest ook gewoon geen team. What the fuck? Spectator. Ja. Ik ken die Markie ergens van. Zal ik eens Dr. Skalk staat een bericht sturen? Wat is er, Danny? Daar rijdt een gozer mee, die heeft nog geen team gekozen. En hij klinkt wel gewoon ready. Oh, what the fuck? Wie? Fabrizi. Ready to be kicked. Fabsi. Fabsi. Oh. Wie fuck is dat? Hij rijdt nu blijkbaar voor Renault. Ja, dat is mijn teammaat. Kijk, race arrangements. Ja, het is een teammaat. Teammaat in... Set your mind free, it's the year of summer. Bye. Nou, we gaan dus maar met één commentator doen. Kokosnoot gaat het zwak krijgen. Zoveel battles! Zoveel battles! Bakkeleien. We gaan bakkeleien. Elke keer als Bika bakkelei zet, moet je een shot nemen. Nou, dan ben je aan het einde van je race ben je dronken. Ook gewoon stom dronken. Hoi. Wat de fuck betekent dat? Bakkelei. Battelen, denk ik. Nee? Battelen. Op en neer deinderen met elkaar. Of elkaar heen springen. Elkaar likken in het openbaar. Ah, nee. Wat doe jij allemaal in je vrije tijd? Stenen gooien naar mensen op een... Het wordt niet beter. Uno minutos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bas Tietema. Wie is dat? Bas Tietema? Dat is Bas Tietema. Weet je? YouTuber. Ken de YouTuber. Ken de YouTuber? Wie? Bas Tietema is een Hollander. Ja. Wat is er mee dan? Maar heeft hij ook titel, of niet? Nee, dat is een jongen die zijn eigen wielerploeg heeft opgericht. Ah. Maar jullie Belgische trots is opgepakt, hè? Wist je? Jullie wat?
jullie Belgisch trots is opgepakt. Eddy Merckx. Nee, Ben Sadiq. Wie? Ben Sadiq. Die bokser? Nee? Oh. Oké. Okay. Niemand kent die hier. Wie de fuck is Ben Sadiq? Is dat die gast die met Jas heeft meegenomen? Ja, ja, die ja, die gozer, ja, die bokser. Die is opgepakt. Die had wel de beste aflevering, toch? Ja. Hoezo maar, is opgepakt, ja, weet ik niet, ja, ja, iets met onderwereld of zo. De politie heeft een of andere servers gehackt, waar encrypted messages verstuurd werden. En nu, Gezellig. Hey, ready, bitches? Bitches? Ik ben ook wel zo moe, hè. Oké. Okay. Geslapen, jongen. Doe dan. Ik rach hem zo tegen de muur in. Doe je toch niet? Doe je toch? En doe het dan. Ik wil als laatste starten. Last to first challenge. Ja. Challenge. Zien hoe ver we geraken. Gewoon wij drie als laatste. Ik denk dat het last to last wordt. Nou, en maar is het balanced? Of, ja, ja, vast wel. Wanneer niet? Wat was ook de strategie? Ik weet het al, zou niet. Soft, hard, medium. Ja, hard, medium of hard, soft. Ja. Nee, soft medium is de strategie, serieus. Ah, echt? Ja, nee, serieus, soft medium. Ja. Nou, regengoden, alsjeblieft. Tiste, en dan zei hij tegen me. En die had gisteren of zaterdag race gereden. En, ook die Rom zie je in de chat, zei dat. Oké. Okay. Oh nee. Is dat regen? Droog. Nee, oeh, droog. Droog. Oh. Ik krijg er bijna een erectie van. Nou, zeg. Oké. Okay. Oh, ik weet niet wat ik ga pakken. In het setup of niet. Gewoon die ene setup doen. Ja. Ja. Gewoon die ene setup. Je weet wel. Je weet niet wie ik ben. 6-9. Ja. 69. Minder verpanden zit daar. Ja, oké. Ik ken dat niet, anders slotage, het is dat? Ja, inderdaad, bestaat ook niet in spel. Ik denk er maar. We kunnen niet even op mediums kwalificeren, jongens. Halen we top 10 toch wel, denk ik? Nee. I go outside, yes? Mm-hmm. I'm already there, mate. Good day, mate. Hoi. 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 Oké. Okay. What the fuck, ik heb een gele auto. What the fuck. No shit. Dat is zo buggy. Hoe bedoel je? Hij is kleurenwit, jongens. Hij is kleurenwit. Daar kan er niks aan doen. Maar nee, hij is Belg. Laat maar. Hij had rots verwacht, zeker. Ja, ik heb een nieuw scherm gekocht daarmee. Waarschijnlijk. Ja, ik heb normaal gereden op een roze auto, nu geel. Super raar. Nathan is gejoined. Uh-oh. Is Kokom. Is Kokom-commentator.
pass you into P2. You're currently on the front row of the grid. Staat P3. Hoe dan? Ah, daar ga ik. Ik verremde me bij de chicane omdat mijn stoel niet vast stond. Ik gleed in één keer naar achteren. Ik, wat? What the fuck? Ja, ik zet mijn stoel meestal klem tussen mijn bed, zeg maar. Ja, ik draai gewoon de poortjes naar zijn zijkant. Zodat hij in de achterrolt. Fucking achtste tijd, jongens. 1-10-2. What the fuck? Ik heb een 9-6. Ik had een 9-9, maar dat is omdat ik me dus zeg maar lichtelijk schrok omdat ik in één keer een paar meter naar achteren stond. Wat bedoel je? Nou ja, ik remde. Alleen mijn stoel stond niet vast. Oh, op die manier. Force feedback. Nee, mijn ja, soort van wel, ja. 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 Maak er ook maar een clip van. Ja, je ziet het niet, je ziet me alleen zeg maar schuin gaan in één keer met me. Dat was al grappig genoeg. Midden van de race, zie je gewoon je eigen verdwijnen. Ja. Zou je maar gebeuren, joh. Ja. De ultimate gaming chair, dat je dan zo jezelf voor lul zet. Je mag 80 in deze pitstraat, oké. Ik ga gelijk nog een keer eruit, en daarna wacht ik nog. Nog een keer? Nog een keer, nog een keer, nog een keer, fuck you. Jee, nog een keer. Ik sta nu 8e volgens mij. Ik sta 8e. Ik sta 6e. Ja. Maar ik heb cable fuel mee. Ik heb veel te veel fuel mee. Ja, ik had 5 meegenomen. Dat is goed, meer dan genoeg. Gewoon een minimale moet je meenemen. Ja. Ik kan ook veel lean rijden door in de bochten. Duny. Ik zit hem net aan voor me. I'll be there for you. When a winning star. That's the book. I'll be there for you. Hoop je achter mij. Fucking kut zo. Ik ga eruit rijden, ja. Fuck it. Kan niet wachten. Ik ook. Toch geen zin om te wachten uiteindelijk. Het is gewoon, het moet toch rijden. Nee, wacht even of niet. Rijden voor me, in de ronde. Kut pit exit hier, man. Holy shit, wat kut inderdaad, ja. Echt mee oppassen dat je de muur niet raakt tijdens de race. Ja. Red Bull in een racing point in een hotlap komen eraan. En die haast achter me? Geen idee. Degene die voor jou rijdt, volgens mij wel. Ja. Is die haast een hotlap? Ja. Herofan. Even een tootje geven, Danny. Nee, wat een kutlap. Ik verneuk hem.
Ah, holy shit, wat een kutronde. Ik in verder tussen Kimmy en Dianz. Lol. Echt wel. Ah ja. Ik had echt veel te veel fouten en uiteindelijk had ik plus 0,000. Ik heb precies zelf tijd en toen inveilde ik hem in de laatste bocht daar op die kutcurve. Omdat ik het moest risken. Daar komt Torza nog tussen. Toch denk ik dat ik nog een pak sneller kan hoor. Ik kan er zeker nog een half seconde af doen. Ja, ik kan ook nog veel sneller. Ja, maar het is gewoon een of andere, het is gewoon momentum. Het is gewoon zeg maar dat je op dat moment. Inderdaad. Inderdaad. Als je gewoon even eruit bent, dan fuck het al op. Of als je de binnenkurps raakt. Ja. Dat is ook zo gevaarlijk. Even mediums pakken en top 10 halen. Ja. Nee, succes. Ja, op zich, je kan wel uitsparen, maar ja, weet je, het heeft helemaal geen nut als je buiten de top 10 staat. Als je nu al 14e goed maakt, hè, sta ik zeg maar 4e. Ja, als ik 14e goed maak, sta ik 2e. Ik sta 11e, op zich is dat wel perfect eigenlijk, 11. Nee, ja, nog. Ja. Nou ja, op zich zijn er niet heel veel mensen die je kunnen verbeteren, denk ik. Ik sta liever het 11e dan het 8e of zo, echt waar. True. Nou, als ik het niet verneuk, kan ik het nog wel verbeteren. Tristan heeft ook gewoon. Oh nee, ik wou zeggen, alle snelste sectors, maar Tony heeft de laatste afgepunt. No. Kimmy, je eerste sector, man. Hoe fucking traag is die, man? Proof. Wat? Wat doe jij? Gewoon drie... was dat tiende trager als mij. De rest ben je wel gelijk. Inderdaad, holy shit. 30.4 man. Je moet echt een pak trager laten remmen in de eerste bocht. Ja, je kan echt heel laat remmen in de eerste bocht. Ja, je moet de apex heel laat nemen eigenlijk. Minutes remaining in the session. Oké, ik ga er nog één rondje van maken. De laatste. Nog eentje dan. Nog eentje dan. Hey, maar Jens, het is wel nek aan nek, hè? Het was vorige week. Ja, echt zo. Nog even, ik had hem echt naast die laatste bocht. We zeggen fuck it dan. Alles of niet zo leeuw. Ik ga kijken of ik hoop dat ik hem kan verbeteren zo. Toch hebben? Ja hoor. Daar zag ik geen nee tegen. Nee. Ik hoop dat fuck. Oh, what the fuck. Ik had Daniel dat net zo doen. Fuck you, Jens. Wat nou, fuck you? Jij reed in een inlet. Hoe? Dan moet je sneller achter me aanrijden, klootzak.
banden opwarmen heeft ook geen zin. Ik heb een bocht hier. Oké, 3 teams moeten heel veel zijn. Supergans retired. Valid. Jammer. Rip. En P11. Okay, you're currently in P11. That's the sixth row of the grid. Okay, medium starten dan. Goed. Verneuk het weer in de chicane. Chicane? Die laatste links-rechts of wat? Ja. Rechts-links. Ja. Ja, mag wel veel co-packen daar, hè? Is het 400ste tussen ons? Exact 400. Wauw. 2,5 tiende sneller, ik verschoof 2 plekken. Ja, daar is die Hopi, die zijn mond op doet. PLO. Holy shit jongen, ik ging net door een of andere Alfa Tauri ging ik doorheen, maar hij was helemaal niet ghosted. Dus ik dacht, oh kut, ja ik ben dood. Hij zat echt op een kut positie. Frostbite, 9. We gaan naar iHex gaan kijken. Our best lap so far is a... Eerst komt Lutz binnen. Lutz. Ik had deze veel sneller kunnen rijden, alleen ja. Lutz komt binnen, niks. Hi Hexer. Waar rij jij dan, Valkyrie? Ik ben 14e. En jij, Dani? Ik ben 12e. Oei. Er zit wel niet veel tussen ons allemaal. Het is wel redelijk close. Moet maar ja, met de baan. Ja, het is gewoon een kutbaan. Eerlijk gezegd, het is gewoon een kutbaan. Ja. Hebben jullie ontwacht, ja. Fuck you. Ik had sowieso al zand verwacht op het circuit, maar oké. Okay. Ja, ah, ja. Zand voor, leuk man. Meer wit. Ja, blijkbaar niet, ja.
Zandervoort, toch? Zandervoort. Waarom vliegt Italië in zijn vlag recht voor hem? Gadverdamme. Wacht, waarom kan ik kiezen of ik nog een keer naar buiten wil? Oh, what the fuck? Nou, niet meer. Dat was echt heel raar. Ik kon gewoon nog een andere band kiezen en ik kom weer naar buiten als ik wil. Oké. Okay. Snel pipi mag er nog. Ik sta nog juist op het wedstrijdblad. Ja, ik zeg het, let met die hopie op. Pas op, die hopie. Teken hopa, 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 tetere. Ah, jongens, daar gaan we dan. Daar gaan we. Zoek zaad. Zoeka. Dus nu duidelijk, doe op die medium strategie, hè. Niet dat je weer bij softs begint, hè. Want, lekker vorige keer. Het is al voor ik überhaupt ingeladen ben, is het al van... Ja, echt zo. What the fuck, bro. Ik sta wel op mediums. Oké. Okay. Kijk, hier langs mee bijvoorbeeld niet, hè, Hopi. Is op soft start hier al, hè. Is je op soft gestart? Ja. What the fuck? Ja, omdat dat een troll is. Ik snap niet dat hij die toegelaten wordt. Die start dan tussen onze... nee, en Kimi in, hè. Oh, die is op 13e en die gaat op softs, wauw. Yep. Wat is je aan het doen? Huh? Wie de fuck is dit? Geen Frostbite. Idee, ik snap het niet. Waarom gaan we zo traag? Omdat Frostbite hier tussen rijdt. Ik snap ook niet wat hij aan het doen is. Iemand is gedisqualified. Andere. Ja, die gozer gaat rijdt tegen me aan. Ik ga naar de grid toe. Ja, maar dat doet hij altijd. Wie jou, Pie? Ja, dat doet hij altijd. Oh my god. Maar niet. Ook bij safety car reed hij altijd tegen, heeft hij er twee keer tegen mee aangereden. Ja. Ik snap het niet dat mensen die toelaten, echt niet. Ja, oké. Okay. Laat hem gewoon voor. Kan ik mijn eigen beetje doen. Probeer die achterbanden op te pompen, tenminste een beetje op te warmen. Ah, oh, inderdaad, die zijn bij fucking thuis, hè? Hoe dan? Het is echt medium hard zijn we als dat hier. We gaan zien hoe ver we geraken. 36 rondes, jongens. 36. Nek aan nek. 36 rondes, nek aan nek. Ga je bek. Ik zit niet in de eerste bochtel in je nek. Ja. Ik zat tussen de beide Ferraris in. Ook fijn. Ja. Jongens, succes. Succes. Ai, ai, ai. Deze bocht. Daar redt Hopi al in de muur.
Geen zever. Wauw, hier zijn... Wat is er gaande, jongens? The fuck is er gebeurd, jongens? Ik zie echt 3 mensen voor mij gewoon losse muren gaan. Ik heb wel 2 plekken gewonnen. 1 plek gewonnen. Ik heb eentje, maar iemand ging heel slecht bij de start ofzo, dus... Want Raptor is ook de muur half in gegaan, dat is ook vogel damage. Ja, komt goed hoor. Ja, meteen normale safety car, dus... Op bocht zaten we 3. Waar rij jij? Jij bent wel op plek verloren. Wie ik, hè? Nee, Sebas, jij? Nee, gewonnen. 13, huh? ik ben 14e gestart. Ah, oh, oké. Okay. Nee. Ik heb 1 plek gewonnen. Ja, die Lutz heeft zo'n beetje loco gereden, daarom dat hij achter jou hangt. Hij heeft echt 5 mensen voorbij gestoken ofzo. Gaan mensen op pitten? Nee hè? Ik had geen slechte start, to be honest. Ik ben wel redelijk. Ik ook wel. Oh, daar gaan mensen. Ja, heb er 1 baas, just ja. Ring damage. Even energie consolideren natuurlijk. Ja, zo voorzichtig mogelijk met die bandjes rijden. Ja, fuel even lekker op laten lopen. Dat je lekker aan het einde even lekker veel kan gebruiken. Hoeveel fuel zit hier nu? 1.2. 3.9 zit nu. Nee, ik 2.9. Oeh, ze staan hier niks stil, joh, bijna. Ja, hier ook. Ja, maar de safety car is al weg. Bandjes zijn 3%. Mijn 10. 10? Ah ja, soft. Ik heb soft, ja. Ik dacht al. Fuck. Nee, ik heb hard. Oh, die Lutz hier voor mij reed ook op soft. What the fuck? Wat zijn dat even voor Mongolen? Oh, je moet echt een mond houden, Hopi. Hoor je Hopi de hele tijd of niet? Of hoor je die niet? Nee, ik heb alles gemuteerd. Ja, die is continu aan het schreeuwen door de microfoon en zo. Waar blijft de regen, jongens? Serieus? Ja, die is de hele tijd aan het... Dat schijt irritant, want dat hoor je volgens mij ook op stream als ze niet hebben gemuteerd, dus... Ja, ik denk het ook. Ik zie heel andere lul was. Nou, het is die gozer. Nou, nu moet je wel een beetje gaan wieven, want nu worden de banden wel echt steenkoud. Nee. Ja, maar het is nog lang, hè. Je wil een start-finish komen. Deze ronde in, denk ik? Ja, ik denk het ook. Oh, Fepsi reed gewoon los tegen mij aan, links van achter. Ja. Ja, heeft mij gewoon aangereden. Ik heb het opgenomen. The fuck? Ja, die heeft me echt los aangereden. Ja, mijn ook. Ik ook. Damage? Dat, of penalty, dus ik. Ja, ik heb 5 seconden, ja. Tof. Ah, dat is fucking lullig. Ik heb gelukkig geen damage, maar... Ja, maar die penalty... Gloeiend heet nu. Ja, maar die penalty die zie je niet vast. Die in bijna de pitstop natuurlijk. Falling too far back, zegt hij nu, van de safety car. Maar dat is wel fucking kut, want die moet je indienen tijdens de pit. Yep. Heel tof. Maar kan ik ook terugvragen toch bij de stewards, of kan dat niet? Nee, niet als je hem indient in de pit. Ook niet als ik laat zien dat het een glitch is? Nee. Zo, moet ik gaan vertrekken of? Nope, nog niet. Iedereen staat stil hier. Helemaal het laatste ook, by the way. Ja, fuck dit! Ik heb damage. Ik heb 10 Wat gebeurt er? Wat is er met deze... What the fuck is er gaande?
ene Fabsie heeft, is gewoon door alles heen. Ik heb 15 seconden! Wat is er gebeurd? Ik weet het. Hij ging bij mij door iedereen heen. Ja. Mensen, ik zag mensen omhoog vliegen. Ja, ik weet het. Dat is bij mij ook. Misschien komt er een restart. Dit is gewoon belachelijk, man. Ik zag mensen omhoog vliegen. En ik heb 5 seconden omdat ik omhoog werd gevlogen. What the fuck? Ik heb nog 10 seconden hierna. What the fuck? Ik heb 5 opeens ook. Wat Ik heb het niet opgenomen. Heb je het opgenomen? Ja. Oké. What the fuck gebeurde hier? Er reed weer een nieuwe mee en het is weer helemaal om zeep. Nou, ik weet niet of hij dat deed of dat het een glitch was. Ja, wacht. Lieven de mensen nou of niet? Weet ik niet. Ik moet even goed opletten aan of er misschien een restart komt of... Safety car, weer al. Wat de fuck gebeurde er? Zag jij het pad? Wel dus? Ah, oké. Okay. Ja, één iemand die kwam ergens van de achter van 10 of zo en die reed gewoon dwars door iedereen heen. We gaan restarten, zegt hij nou? Ja, mijn vader zegt dan wel. Dus ik weet niet of... Jammer, ik stond hier. Ja, er moest een restart komen, hè. Is het nu restart, ja? Ja, volgens mij wel. Nog niet zeker, volgens mij wel. Mijn ratinghuis, volgens mij liefde iedereen, ja. Oké. Okay. Iedereen liefde, oké. Okay. Dan lief ik ook. Nee, ik zie nog geen message, een melding in de Discord. Dus... Ik zei het wel, want ik mag het kijken. Oh, dokter is ook eruit. Ja. Hij belt het weg inderdaad ook voor mij. Oké. Okay. Oké. Okay. Wat was dat in mijn Fabsie? Ja, maar ja. Kort weer terug zijn naar 8 aan. Ik zal helemaal op u beginnen. Ja, je kan niet halverwege beginnen. Okay. Ja, ik denk misschien. Nou, ik ga dit zo meteen wel clippen. Ja. Ik had fucking 15 seconden in drie seconden. Ja, dus, ja, nee, ik snap niet wat er gebeurt. Ik heb het jammer genoeg niet opgenomen, helaas. Maar. Ja, tijdens de start een beetje. Ja, dan hoor ik jou en denk van, oh, en dan kijk ik naar het ding van een zaak. Oh, ja. Yeah. Ik ga inhalen tijdens safety car, oh. Hebben jullie al een invite? Nee, toch? Nee. Ik heb ingehaald tijdens safety car, jongens. Ik sta derde nu. Ik sta tweede. Ik rijd die Fabsie er even uit. Ja man, echt. What the fuck is dat? Nee, hij rijdt hier, maar hij is er nog niet uitgegaan. Hij rijdt eerst ook echt. Zo. Heb je dan invite? Nee, toch? Nee. Oké. Okay. Man, never felt so touched before. Ik heb 35 seconden bij al Disney. Ja, bij hem was het ook Fabs. Het is overal Fabs. Dat was verkeerd knop. Ik ga even kijken op de stream wat er nou gebeurde.
Holy shit. Dat filmpje, what the fuck. Hebben jullie GTA 5 gespeeld? Ja. Kennen jullie die auto, zeg maar, waarbij je, als je tegen een auto aanrijdt, dat die omhoog vliegt? Dat je, zeg maar, mm-hmm. Nou, dat deed die gast. Hier. Ten eerste, Inception. What the fuck? Hier, kijk. Hier, let op. Let op die Force Racing Point hier. Komt ie. Ik heb een invite. What the fuck? Maar kijk, ik werd naar de zijkant geduwd, dus ik had best mazzel. Hier, ik reed in het gras daar. Boos, invite. Ik heb nog geen invite, dus ik weet niet. Ik heb ook nog niks. Nee, er is nog niks. Oh ja, is wel, dat is niet. Ja, dat is zo moeilijk te vinden, zo'n baas. Als jullie mij samen ook nog even een reserve invite sturen, dan ben ik echt blij. Nee, stik erin. Stik je uit! Maar ik weet nog niet wat er gaat gebeuren. Ga ik nou terug naar de plek waar ik was? Nee, gewoon start. Van het begin, denk ik gewoon. Ik denk het ook. Ja. Dat lijkt me het meest logische. Mag die gozer terugkomen, of niet? Wat is het idee? Ik heb geen idee of het zijn fout was of de game. Die gaat hij heeft überhaupt slechte connectie, dus ik denk niet dat hij... Ja, hij reageert ook niet. Hij is gewoon offline ook. What the fuck gebeurde? Holmes got murdered. Dat filmpje. Heb je dat gezien? Ja, wat de fuck. Oei, joh. Is gewoon weg. I believe I can fly. Wow. Legends will say he's still driving in P1. Ofwel blijft zijn gaspedaal hangen. Dat kan ook nog. Fuck die jij nou. Setup? Wat is een setup? What's a setup? Maar die is ook niet online, hè? Die is offline, is die? Nee, die is er niet. Nou, die is offline. Hm.
Maar hij zit inderdaad ook niet. What the fuck? Gewoon een klein kutkind of zo die niet weet hoe Engels werkt en geen zin heeft, gewoon zat kut. Me no speak London, I don't know. No English, no English. No English, no English. Si, si. No English. Tier 1 driver, nee, nee. Oh. Arrow. Nee, die man, hoe komt die hier? Wat? Zit hij in de lobby? Ze hebben gezegd dat ze niet beginnen zonder een uitleg, Dani. Oh nee, jij hebt een team gekozen. Ik denk op dat filmpje dat je mee zit eraf gerand worden. Ja. Kijk. Bam. Wacht, bij welke? Oh. Deze of twee? Ja, die Aerofan pas gepost heeft. Ik me vliegen, man. Ja, dan moet je je cool houden. Maar ik weet niet wat hem bezielt. Wel maar eerst de tweede. Eerst of de twee, maakt niet uit, hetzelfde. Wauw. Hij heeft een illegal overtake, dus hij moet stilstaan. Nee, ik wil die gozer eruit hebben. What the fuck? Wat gaan we doen? Wie moet eruit? Ja, die Fabsi. Hij zit nog steeds in, toch? Nee. Jawel. Is toch offline, niet? Nee. Hij zat net in de lobby. Oh, meen je dat? Ja. Oh, what the fuck? Hij... Oh, de tweede filmpje rijdt hij jou net gewoon keihard omver. Ja. What the fuck? Oh, ze zagen hier ook al dat Haupi waarschijnlijk wordt geband, omdat hij waarschijnlijk op de Inters heeft gereden, blijkbaar. Hey, Dani. Oh. Terwijl die toch? Kan iemand vragen, kan jij vragen wat ze met Fabsi gaan doen? Of hij uitleg heeft? Al gedaan. Oh, want ja, ik zie er niet heel veel in zitten om dat nog een keer mee te maken, zeg maar, het nog langer te laten duren. Nou, ik kwam op zich al goed uit. Ik reed vier. Zonder damage. Dus, omdat de rest crashte. Was desync van... Yeah, I don't think so. Ja, ik vond het wel, ja, straf. Jongens, ik heb helemaal geen tijd voor. Laten we beginnen. Ik moet nog prestatiewerk.
Wat zal het zijn? Zit je? Was ik van Hopi? Holy shit. Dat is heel goed, ik zweer je. Ik haat die jongens waard. Kijk die gewoon. Iemand kijk die gewoon op de channel, man. Uit de Discord. Nee, wordt heel gedaan. Ik snap dat niet, echt niet. Dat hij al toegelaten was, snap ik al niet. De DRC heeft al twee races zo verneukt. Oh, ready up. Ik zal je even bannen. Zo, ik haal het even weg. Dus dan start ik normaal gezien achter Kimi. Ik weet niet wat er gebeurt. Waar starten we? Ja, hoop je is eruit. Denk gewoon je kwalie-tijden. Ja. Balanced? Ja. Je moet dezelfde band beginnen. Ja, nu moet je in één keer heel veel dingen gaan doen, dus we moeten even concentreren. Ja, niet op start, duwen, als je klaar zit. Ja, er was een of andere matcase die dus even het leuk vond om even de boel een beetje op te fokken. Dus we beginnen even opnieuw. Dat was toch leuk? Ja. En die zeiken was gewoon leuk. Dat was dan gewoon een beste idee. En vergeet je setup niet, jongens. Nee. Holy shit, veel te weinig tijd. Waar sta ik nu dan? Ik sta volgens mij nu verder. Sta ik verder naar achter of sta ik naar voren? Ik heb één plaats opgeschoven gewoon. Jij bent hetzelfde. Maar ben jij hetzelfde. Zie je? Nee. Daar gaan we weer. System checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. En nu ben ik wel een of andere stuk banger. Bang, nu begint wel ieder op medium banden. Fucking mijn golen. Oh nee. Jeffrey die P6 staat, rijdt op mediums. Oh, dat meen je niet. Ja. Dan word je toch gedisqualificeerd. Dat is toch niet heel moeilijk? Jawel, normaal wel. Hij teasinkt ook nog eens. Hexer is eruit. Ik weet niet of jullie de chat nog open hebben staan. Nee. Oh, hij zegt in de chat dat hij soft had geselecteerd. Dan moet hij zo meteen maar stoppen en pitten. Ja. Ja. Ja, ik vind dat eigenlijk ook, ja. Dat is eigenlijk het eerlijkste. Dat hij gewoon maar stoppen, extra stop. Vind dat ik is ook. Wel fucked up voor hemzelf. Ja, je weet dat het... Ah nee, hij zegt dat hij stop had geselecteerd, dus dan is het fucked up, zeg maar, voor hem. Zo raar op Aston Martin op die Red Bull te zien.
Nou, ik vind die Aston Martin van nu wel erg leuk. Erg mooi, zeg maar. Ja, ja. Ik ook. Ik ook. Het is echt een kleurrijke vermenging geworden, eigenlijk. Ja. The rest of the grid is forming up. Be patient. Succes, opnieuw. Succes, boys. Oké, good luck. Oh, je hebt inderdaad best veel kleuren in. Oh, ook al gesandwicht. Holy shit. Close. Ah oh ja, ik zeg een ghost hier. Ook tof. Ah nee. Tristan staat ook op mediums. Vuil zie je dat verkeerd. En hij haalt pol. Ah ja, gaat pit ook in. Oh. Fair play. DRS now available. Fuel is at target plus 3. Let's get into mix 3 ASAP.
Caution, caution. Virtual safety car deployed. Slow down and maintain a positive delta. Virtual safety car. Gaat het met jullie, guys? Ik sta tiende. Netjes. Jij? Fucking. Laatste. Laatste? Ja, hij heeft me wel baan getikt. fucked up. Yep. Maakt niet uit. Ik hoop nog op een safety car. Ik geef niet op. Raptors eruit. Raptors gecrashed. Oh my god, waarom remt hij zo vroeg? Voorvleugel? Ja, half. Hij remt echt fucking vroeg, dat deed hij vorige week ook al. Wie is dat? Tony. Zit weer in de muur iemand. Lord Asser. Er staat weer in een gespint hier. Hij heksen de muren. Ligt er ook uit. Jongens, we zijn 6 rondes ver. Sorry. Ik verspil veel tijd. Waarom moet hij nou weer zo kut inhalen? Hier zijn de twee Mogolen, hè? Fabsi en Ajaxer. Allebei disconnected. Nee. Jongens. Nu zijn ze weer niet meer disconnected. Nu zijn ze in battle. Wat de fuck zijn gaan er weer? Fix the shit. Nee, ik ben gespind. Nee.
Welke bij de groep? Ah, ik kreeg net met de top mee, totdat Tony mijn voorvleugel eraf reed. Jeffrey heeft al 8 seconden. Jezus. Kan dat, man? We zijn 9 laps bezig. Ik heb nog niet eens een warning. Nee, ik ook niet. Sowieso nog een 70 k hoor. Ben ik bijna zeker van. Nou, ik zit te twijfelen of dat ik nu beter naar de hard en dan mijn fronting gefixt is, of dat ik nog moet wachten en naar de mediums moet gaan. Geen idee. Dat krijg je echt heel kut op dit moment. Ik denk dat ik deze ronde gaan naar hard staan, I guess. Ik denk eerder moeten doen al. Hey Danny. Hallo. Welkom bij de groep. Ja, maar ik heb al gepit, hè, meneer. Ja, misschien kan je ons TRS geven, hè. Voor een paar rondes. Ja, jullie mij. Vogel. Front is 2.3 seconds. To the car ahead is around 2 seconds. Careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Welke lap is jullie pit, ding? 16 of zo. Denk 16 voor haar. Dan al? Ja,
Ik kan geen 20 rondjes op soft rijden. Je zit op mediums, hè? Ah, zo bedoel je. Ik denk dat je die wat moet extenden, man. Naar 10 rondjes soft. 10 rondjes is prima te doen. Of ja? Ja, rond de 14 tot 10. 10 tot 14, zeg maar. Dus niet naar de harde dan? Nee, ik bedoel wel... Wacht, wat? Je rijdt nu op mediums, toch? Ja. Vanaf het begin. Ja. Ja, dus dan rondje... Wat is het? 22 of zo naar softs. De banden zijn nu 46%. Maar je hebt zeker DRS, Dani. Ja. Nou, kak. Bitches. Laat me er even bij. Maar ik ben er langs of niet? Ben ik Pinocchio? Ben ik Pinocchio? Waarschijnlijk wel, een klein beetje. Motherfucker. Rijd door, man! Fucking remt daar in die snelle S, remt hij gewoon, man. Ja, dat had ik dus net met Tony. Hey, bitches. Hij remt gewoon. Wat? Dat klopt. Dit is ook niet remmen, hè. Dit is gewoon gas lossen. Ik rem me heel klein mee. Oei. Ik krijg stress, hij heeft stress. Ik kan niet onder druk. Fuck, kreeg ik achter je. Ik kan onder druk presteren, dat is geen probleem. Kijk hoe breed die bochten pakt. Oh, ja, daar ging banden. Ik ga je pakken, Sebastian. Fuck you. Goeie exit. DRS, alles. Kijk hoe close. Ja, maar op, bitch. Wat zandproeven op Zandvoort. Moet je even de berm mee rijden. Ga naar de slinger, hè? Nee, ik geef het een ruimte, man. Oeh, lekker drift. Kimi reed weg, hè. Ze blijven beter, reed Kimi weg. En daarom moet je mij even langs. Gooi het gewoon opgeven. Gooi het gewoon op. Hey. In this lap, push now. Holy shit, al die mensen die waar ik net achter reed, die zijn zoveel verder. Ja, dat is ook. Nou jongens, hebben we toch nog een battle gehad met z'n drieën. Ja. We houden gewoon veel van elkaar, daarom blijven we zo dicht bij elkaar. Precies. Ben je nou uit met DRS, dat is Bas? Nee. Normaal wel. Oh, mijn banden schuiven zwart. Komen de pitstops. Oh,
Oh, hier reed ik net voor, dus dat is chill. Maar ja, die mensen zijn naar medium gegaan, hoor. Ik kan even nog Dani inhalen. Hey Dani, is hij Mr. Frostbite even? Nope. Ga tegenhouden. Geel een melding voor mijn panden, ik moet naar binnen gaan. Fuck, wat supergans hier nou weer recht voor me, what the fuck joh. The car behind has newer tires. Car behind on newer tires. Heeft die gast DRS op mij? Geen idee. Gap to teammate ahead is. En jij rijdt dat recht achter hem. Hij was niet aan het opletten eigenlijk. Ah, maakt niet uit. Waarom rent iedereen hier zo vroeg, joh? Holy shit.
in die banking heb ik zoveel betere exit dan Supergans. Ik moest letterlijk inhouden. Ik moest gas los. Gaat erop wagen, jongens. Ga naar soft. Ja, dat is ook de bedoeling. Dat is ook op de bedoeling, oprecht. Dat is een goede strategie. Ja, free DRS voor u. Kimi. Deze gozer rijdt niet door. Iets gedubbeld. Heb ik hetzelfde met Supergans. Ik kan er gewoon doorrijden. Nee, deze is niet gedubbeld. Jawel. Nee? Ah nee. Klopt. Dat is Fabsie. Die daarvoor, die wel. Die wel, ja. Nice work, that brings you up a place. Een saaie race. Ik had liever de eerste voort zien gaan. Ja. The car ahead is losing 2 seconds a lap to you. Good job. Nee, rot nou op, gozer. Je bent langzaam. Bijna mijn voorvleugel eraf. Wie? Ja, dubbel. Ja. Ja.
Front is 7.1 seconds. Nice, mensen achter ons aan het vechten. Let's go. Fabs, jong, die zijn internetmannetjes. Die auto vliegt alle kanten op, voor mij. Ach, wat is er inderdaad achter me? Waar de fuck komt die gas vandaan? Laatste plaats. Die gas gaat mij zo erin halen. Kijk, hoe dan? Er moet ook echt nog 10 rondes. Holy shit, ik dacht dat het bijna afgelopen was. Nee. Het is nog wel hangen, ja. Caution. Okay, nou, Jeffrey heeft zijn karma gehad. Hand. Die is gespind. Ik zie hem voor hem rijden. Hoe zou die karma nodig zijn? Die toch op medium is gestart in plaats van soft. Die is de pits ingegaan, wel. Ja. Is die ook spit ingegaan? Ja, aan het begin. Ja. Net als Tristan en Lende. Kapotte verpleeg op. Box, we're coming in this lap.
Hoe zit het voor jou, Kimmy? Iedereen die komt die voor. Ik zit er 3,5 achter. Oké. Okay. Hebben die penalties? Ja. Hoeveel? 3 seconden. Oké. Nee. Tire condition is still looking good. Hoe zit ze bij jou, Jens? Ik sta 7e. En hoeveel, wat zit, hebben ze, heb je penalties? Nee. Wat hebben ze om je heen? Raptor achter me, 3 seconden. Verder niks. We have 5 laps of fuel remaining. Oh, oké. Ik heb nu zelf ook een 3 seconden tijd bij ons heen. Dat is heel kut, want dan moet ik voor supergas blijven. Ah, het is supergas trouwens, niet Raptor.
Nice move. There's 3 laps of fuel remaining. Op naar volgende week. Welke baan? Spanje. Staat 10e, jongens. Lekker pek. Ja. Dat is een soft start, een goede keuze geweest. Ik zei toch. Als ik niet zo meteen door de Luts wordt afgereden. Gap to car in front is 10.3 seconds. Geloof die me niet. This is your final lap of the race. Dan moet je nagaan, hè. Tristan heeft in de eerste ronde gepit. Hij rijdt voor me. Ja, kut. Dat gaat serieus doen? Tiende, boys. Nou, drama. Achter drama. Hoe ben ik nou? Wauw, die Fabs is voor mij gebleven. Wauw. Ik vond die eerste race leuker, maar dat kan aan mij liggen. Ja, ik ook. Drive of the day, Kimmy. Bullshit. Ja, nou ja, ik ben wel van zeg maar 8 naar laatst naar 10. Misschien de meeste overtakes of zo, geen idee. Ja, de meeste overtakes. Ja, denk ik. Hey, ik heb 22 rondes op de mediums gereden. Oh, goed. Boys. Yes. De volgende. Yes.
Jullie worden ook bedankt voor het kijken. Volgende week, dezelfde plek, dezelfde tijd. Ik ga weer proberen om iets eerder te beginnen. Een beetje oefenen. Ja, zijn we op het circuit van Spanje, Barcelona. Volg je nog niet, druk even op het volgknopje. En dan zie ik jullie volgende week rond ongeveer de klok van 7, als alles mee zit, met een nieuwe stream. En misschien, heel misschien, nog daarvoor. Maar ik vond niet zo'n hele lekkere race, maar het kan aan mij liggen. Ik wens jullie een hele fijne avond nog en blijf gezond.